Ieder jaar op 1 oktober is het Internationale Muziekdag International Music Day. Deze dag is een initiatief van de Amerikaans-Brits violist en dirigent Yehudi Menuhin. In verband met deze dag heeft de Surinaamse componist en artiest Siegfried Gerling op woensdag 30 september 2020 een CD overhandigd aan de directeur van cultuur Roseline Daan. Directeur Daan toonde zich ingenomen hiermee. Als het gaat om artiesten binnen de muziekwereld, wil ik ze alvast feliciteren met Wereldmuziekdag. Dat is morgen 1 oktober. En ik wil stressen het belang van muziek binnen een samenleving. We weten dat muziek een bindende factor kan zijn. Muziek zorgt ervoor dat een heleboel mensen bij elkaar komen. En wanneer ze zo bij elkaar komen, wordt niet gekeken naar etnische afkomst. Er wordt niet gekeken naar kleur. Maar er wordt genoten van die muziek. Dat is het mooie van muziek. Maar tegelijkertijd hebben onze muzikanten een hele belangrijke job. En dat is te letten op de inhoud van de muziek die ze produceren. Omdat muziek ook al kan bijdragen aan de vorming van de mens. Ik denk dat u en ik soms momenten hebben waarbij wanneer je naar muziek luistert, je gaat nadenken. Je gaat nadenken over de zin van het leven en hoe verder te gaan. Omdat de inhoud van die muziek oproept om te gaan nadenken over je status, je positie als mens. Tegelijkertijd hebben we ook ervaren dat muziek kan zorgen voor een stukje kalmering. Toch, wanneer je helemaal gehyped bent en je luistert naar bepaalde muziekgenres, word je rustig. Daarnaast heb je ook nog muziek die emoties losmaakt. Mensen huilen soms wanneer ze luisteren naar bepaalde teksten. En het huilen is ook goed. Het tonen van emoties bij het luisteren naar een bepaald soort muziek is ook heel erg gezond. Omdat je dan loslaat. Zie daar het belang van muziek, niet alleen voor Suriname, maar wereldwijd. Maar tegelijkertijd wil ik ook waarschuwen de muzikanten om te letten op de inhoud van de muziek. Want, precies zoals muziek ervoor kan zorgen dat mensen zich vormen, zich ontwikkelen, zou muziek ook ertoe kunnen bijdragen dat vooral jeugdigen verkeerde boodschappen overnemen en ook verkeerd gedrag gaan vertonen. En dat zeg ik niet zonder meer. Ik heb niet zo lang geleden gesproken met een heel jonge kerel, een jongen van 14 jaar. Die had een daad gepleegd en bij navraag van waarom heb je het gedaan, bleek dat hij luisterde naar een bepaald soort muziek. Muziek die opriep tot geweld. Muziek die opriep, of het roept nog op, want die muziek is er nog, tot gangsterachtig gedrag. En wanneer jeugdigen daarmee niet weten om te gaan, of misschien niet eens weten dat het niet zo echt bedoeld is zoals het bezongen wordt, gaan ze het na willen doen, omdat hun idool misschien nou net die ene muzikant is, die ene zanger is. Dus ik wil dan meteen ook een oproep doen aan de muzikanten om te letten op die muziek. Maar niet alleen de muzikanten, we hebben ook nog de verantwoordelijkheid van de ouders, de verzorgers. En die oproep aan de ouders en verzorgers is om hun kind niet zonder meer te laten dansen op elk soort muziek. Wij bigisma's kennen vaak de gedekte inhoud van muziek. En je merkt dat soms ouders het leuk vinden wanneer hun kind helemaal losgaat op dat soort muziek. Ik denk dat het ook verstandig is dat ouders kijken daarnaar. Letten op hun kinderen en niet laten dansen gewoon op elk willekeurig muzieksoort. Vandaag de geschiktste dag om deze CD in ontvangst te nemen? Absoluut. Vandaag is een hele mooie dag om het in ontvangst te nemen. Omdat je daarmee bij het beluisteren, als we het hebben over die CD, kan je inderdaad gaan nadenken van welke plek geven wij, en met wij bedoel ik Suriname, in ons beleid aan muziek. Toch? Is er een speciaal fonds voor muzikanten? Moeten we er niet naar kijken? Is er een overkoepelend orgaan? Je hoort wel dat er groepen zijn waar muzikanten bij elkaar komen. Maar hebben we het over alle muzikanten? Hebben we het over alle artiesten die zich bewegen in dit veld? Ik zie daar wat huiswerk
voor het directoraat cultuur om al deze zaken overzichtelijk te maken, zodat we één onze muzikanten gaan waarderen, de plek geven die ze nodig hebben. En twee, dat we inderdaad tegen volgend jaar pardon, kunnen zeggen van hey, Wereldmuziekdag gaan we nu echt wel vieren zoals het moet. Toen jij de zaal intrad, begon zo'n zalig lied. Iedereen op naar de dansvloer. Ik wou zo graag met jou. Muziek is een universele taal. We dansen en zingen op muziek waarvan we de essentie niet begrijpen, maar het klinkt vrolijk. Dat is de motivatie geweest om de nieuwe cultuurdirecteur te bezoeken. Om die dag voor de gemeenschap herkenbaar te maken, observeerbaar te maken van hey, zo was aan dit. Want anders gaat het verloren in het, ik ga het geen geweld noemen, maar in de overvloed van politiek nieuws, van slecht nieuws, van beangstigend nieuws. Hiermee willen we ook de gemeenschap een hart onder de riem steken om dat wat kunstenaars doen. Kunstenaars hoef je niet te motiveren. Kunstenaars doen wat ze doen als het zelfs verboden zou zijn. En een ander aspect, het feit dat er met muziek maken verdiend kan worden. Volkeren in de buurt van ons, buurvolkeren, buurlanden, hebben het bewezen. En het moment moet nog komen, niet of, maar wanneer wij dat gaan uitnutten. Ik wil het niet vergelijken met de fonds van de olie voor de kust, maar dat is toekomstmuziek. Ik vergelijk het met de creativiteit van onder 500.000 mensen op het ogenblik nog. Die met hun creativiteit, die met de inspiratie die nooit meer weggaat, zijn we hier gekomen met een extra paar schouders om de cultuurdirecteur te ondersteunen. Om niet alleen dat musiceren aan zich, maar de industrie die eronder en eromheen is ontstaan, in het vizier te houden. En we hebben weer vertrouwen in de kundigheid en dat het de juiste persoon is gekozen. We kennen mevrouw Daan als een mediapersoon, een inspirerende persoon. En ze mag weten dat het veld wakker is en bereid is de schouders onder het werk te zetten. Ook ondanks deze moeilijkheden. En het grotere probleem dat wij een niet zo gunstig plaatje hebben voor onze financiële omstandigheden zijn. Maar dat wij door de ICT die we nu hebben, toch met het publiek in contact kunnen blijven. En wat nog belangrijker is, nog eerder bij het wereldpubliek terechtkomen.